Oh, je ziet er ook zo leuk uit. Ja, ik heb maar. Wij gaan richting. Wat ben je aan het doen? Dus ja, we moeten het even gaan bekijken. Goedemorgen, het is maandag. En vandaag gaat even anders dan de planning was. Want Sarah zou gaan logeren. Alleen die voelde zich vannacht en vanochtend niet super lekker. Dus dat hebben we verzet. Ik moet zeggen dat het nu wel weer gaat. Maar ja, ziek zijn kan natuurlijk in vlagen gaan. Ik denk dat het ook gewoon een buikgriepje is. Er waren er ook meer op school die daar last van hadden. Maar goed, het was dus niet echt het slimste plan om dan toch te gaan logeren. Dus ze gaat nu vrijdag logeren en we gaan nu zo wel even bij oma langs om toch een beetje compensatie dat het niet helemaal wegvalt. En ik ga even mijn naantje ontbijten, want ik ben zo met alles bezig geweest dat ik helemaal niet gegeten heb. En het is echt al einde ochtend en ik heb zo'n honger. De outfit van vandaag. Deze blouse van Warehouse. Broek is van Levi's. Schoenen van Doen. Ik hou echt van deze schoenen, ik vind ze zo mooi. Heel mooi gesneden. Oh, ga je me helpen? En mijn furlatas. Oh, jij ziet er ook zo leuk uit. Ja, ik heb mijn. Je hebt je pak aan, hè? Ik heb wat pak van. Kids Only. Kids Only. Een shirtje is gewoon een merkloos ribbelshirtje. Nee, dit is van de Zara. Nee, die is niet van de Zara. Oh, Primark. Primark. En je hebt ook je hebt wel Zara schoentjes aan. Ja. Ja, die ziet er heel cool uit. En ik heb gewoon even simpel deze. Ja, die heb ik gekregen met een kinderfeestje. Ja, waar alle leuke dingen in zaten. Wij gaan richting mijn moeder. Zodat Sarah toch nog even een beetje de afspraak heeft. En nu heeft ze het dubbel op. Je bent niet meer zo teleurgesteld, hè? Gaat nu wel weer. Ben ik niet. Nog wel, maar niet meer zo erg als net. Ik heb ook allemaal spullen bij me die naar mijn moeder moesten. Oh, en een gelijke grote tas bij me, want ik krijg altijd weer spullen mee terug. Oh, ik heb zo'n trekke thee. Ik heb echt bijna niks gedronken nog vandaag. Ja. Gisteren ook. Gisteren had ik er bijna geen thee op. Omdat we natuurlijk weggingen. Toen dacht ik, dat is niet handig voor mijn blaas. Dus ik had er 's ochtends één op. Ver van tevoren. En toen was eigenlijk, geloof ik, toen jij op bed lag of zo. Of nee. Net voordat ik ging koken. Nee, dat was echt een lange ruk. En thee is mijn koffie, zeg maar. Ik heb vandaag lekkere paaskoekjes bij de thee. We zijn weer thuis. En ik heb net alles opgeruimd wat ik mee had genomen weer. Bakjes van opa en noem het maar op. Wat ben jij aan het doen? Oké, Sarah is heel logisch bezig. Sarah staat dus de hele tijd zo. Dit is echt moeilijk om vol te houden. Oh. Volgens nou, je... Wow. Ik kan maar niks te doen hebben. Ik moet over een half uurtje à drie kwartier gaan koken. Ik heb geen zin om iets te gaan doen. Met Mila? Ik weet niet eens of Mila er is. Dus. Dan kan ik even bellen. Nou, even kijken wat we doen. Sarah werd toch weer een beetje hangerig. Dus we hebben even lekker saampjes voor de tv gezeten. Nou, ik denk wel echt dat het een stomme buikgriepje is. Gelukkig gaan die altijd snel weer over. En nu ben ik aan het koken. Ik ga lekker een spaghetti carbonara met room. Soms maak ik hem zonder en deze is met. Maken. Vast even mijn mix. Oh, ik haat altijd. De ene keer maak ik een ei open. Zo schoon. En de andere keer is het wel een ei open mand. Zo. Oh, ik heb echt honger. Het is ook al wat later om te koken. Alleen ja, ik had net even mama knuffeltijd. Dan is dit gelukkig altijd wel redelijk snel klaar. Dus dat scheelt in ieder geval. Wij gaan lekker eten. Hey, mama. Ik voel me nog steeds niet zo lekker. Nee, dus zo meteen maar lekker gaan slapen, hè. Daar word je beter van. Zeg, ligt lekker te slapen. Ik heb nog wat vouwwerk mee naar beneden genomen. En ik heb thee gezet.
En ik ben het zo zat om elke avond thuis te zitten. Want ik wil de deur uit, maar het mag weer niet. Maar goed. Dus ik heb echt nog geen idee wat ik deze avond weer ga doen. Marco is laat thuis en moet vroeg op. Dus als hij thuis komt, gaat hij denk ik douchen. Misschien een theetje drinken en ook weer naar bed. En ik kan niet vroeg naar bed, want dan of ik val niet in slaap of ik word ergens meer in de nacht wakker en kan dan niet meer slapen. Dus ja, we moeten het even gaan bekijken. Oké, ik heb dus echt vanavond eigenlijk gewoon geen reet meer gedaan. Ik ben een paar keer bij Sarah gaan kijken. Marco kwam thuis, die ging douchen en naar bed zoals verwacht. En ik heb een beetje tv gekeken en ja, ik heb een paar kleine dingetjes tussendoor opgeruimd omdat ik niet stil kon zitten. Maar niks boeiends. En nu is het tijd om te gaan slapen. Dus ja, sorry, het is denk ik echt een hele korte, saaie vlog geworden. Maar ja, sometimes that's life. Dus ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je in ieder geval wel bedanken voor het kijken. Vergeet niet alsnog een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder wel even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!